Ik loop mijn kut te verkopen hier op Tinder en hij zegt dat hij een lama door wil. Hallo, we zijn er weer. We zijn er speciaal voor jullie samen met mijn zus Monica Boerma. Welkom dat je er bent. Dank je. Zo, wat eet je daar? Jij eet het echt. Ja, hoe moet je het anders eten? Zal ik het even voordoen? Ja! Dat is fucking goed. Monica, wat gaan we vandaag doen? Ik heb jou uitgenodigd. Sorry, dank je onderbak. We kunnen dit. Duo vlogging. Vandaag, let's go. Godver. Hou dan op je bek. Vandaag gaan we tinderen. Genoeg grapjes. Monica, geniet even van haar paprika. Ik lag op een gegeven moment in bed, serieus. En toen kwam ik op een idee. Toen dacht ik van, oké, hoe mooi zou het zijn als ik op Tinder zou gaan? Ik ben natuurlijk vaak op Tinder gegaan. Dat doe ik gewoon, dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik superleuk. Overal. Met mannen, met vrouwen, maakt me helemaal niks uit hoe oud. Maar toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als ik als Monica op Tinder. Snap je? Maar toen besefte ik, ik kan het eigenlijk niet doen zonder jou erover in te lichten. Want anders komt er straks een video online en dan word je fucking boos op mij. En ik probeer onze relatie een beetje stand te houden. Dus wat deed Kelvin? Die maakte alvast een Tinder profiel voor mij aan. 3 weken geleden. Dus ik zit ongeveer al 3 weken op Tinder. Ik krijg allemaal berichten. Hè? Is dat jij echt een Tinder account? Dat denk ik ook van doen. Want ja, ik kon het natuurlijk niet maken om het te doen zonder mee in te lichten. En toen ik zei Monica. Ik ben er toch al zelf achter gekomen. En toen zei jij, hey, kun je misschien even veranderen? En toen heb ik het veranderd. Toen kon het niet. Wel, ik heb het gewoon veranderd. Naar een random ass man of zo. Oké, Jart heeft het gedaan. Dank je hart. Love you. Maar vandaag is de dag. Vandaag gaan we het onmogelijke mogelijk maken. Namelijk, Monica gaat op Tinder. En ik ook. Ik ga op Tinder. Ik ga alles. Wat spreken we af? Ja. Mag ik alles doen? En dan een beetje met jouw goedkeuring? Ja. Oké. Ja. Moet ik zeg maar nog dingen weten die ik gewoon niet mag droppen? Maar ik heb liever dat je die naaktfoto voor jezelf houdt. Oh. Oké. Okay. Maar even. Hier, dit ben jij. Ja. Toch legit? Ja, het klopt echt totaal. Vlogger, DJ-boekingen, tanly@spec.nl. Yay, je kunt me boeken als DJ in het weekend. Maar ik moet eventjes wat van je weten. Je distance, wat wil je? Wil je zeg maar gewoon Amsterdam people of wil je Groningen people? Groningen people. Oké. Okay. Wat voor leeftijd wil je? Ik wil ook lekker oude mannen. Echt? 55 plus. En wil je vanaf 18? Ja. Ja. Al die guys zijn gewoon fan van jou, denk ik. Dat denk ik niet. Jawel. Luister naar mij. Ik omring mezelf met andere jongens van mijn leeftijd. Kijken die mijn vlogs of zo? Nee, oké, maar wil je Instagram? Ja. Ik creep letterlijk op iedereen's Instagram. Ik ben niet van iedereen fan. En nu moet ik nog even ergens vinden hoe de fuck je kan, zeg maar, oh, only men. Of wil je mannen en vrouwen? Ja, waarom? Ja, nee, jij moet beslissen. Ja, mannen en vrouwen. Echt waar? We gaan ga je dat echt doen? Mm-hmm. Oké, okay, Armin. Nee. Deze dude is 21. Nou, hij ziet er niet uit. Het is een kinderachtige foto. Armin is 2. Maar even, wil je, zeg maar, je gaat niet. Ga je echt, zeg maar, nee, ik like gewoon altijd alles. Ja, dat weet ik. Maar op een gegeven moment zit je wel like. Oké, okay, dan gaan we hem niet liken. Brent. Oh, hij staat met Kai op de foto. Ah! Met Kai en Rico. Oh! Hij is gewoon met Zeus op de hij foto. Stopt nooit. Like hem dan, want hij kent jou sowieso. Ja, oké, okay, we liken. Ja? Ja, dat is wel een leukertje. Wat betekent dit? Dat hij een ervaren Tinderaar is. Wil je liken? Ja. Je mag ook zelf. Je hebt een match! Yeah! Wow, maar echt. Ik ben echt onder de indruk. Ik vind het echt fucking. Ik vond het echt heel blij. Ik doe er echt fucking lang over als ik als vrouw op Tinder ga. Ja, maar dat serieus. Komt omdat jij fucking lelijk gefotoshopt. Sorry Jart, denk dat jij het weer hebt gedaan. Ik heb het gedaan. Heb je dat echt zelf gedaan? Ja, dat is echt lelijk. Ja, maar ik doe het juist dan. Want dan is het nog erger als ze er. Oké, wil je met hem praten? Ja, hij moet tegen mij praten, hallo. Oké, okay. Hij heet Jeff. Jeff is 3 kilometer ver weg. Kun je gewoon bij hem langs? Dat gaan we doen. Nee. Zo gewoon, wil je door? Ja. Ga doe het zelf. Mensen, we zijn getuigen van het feit dat Monica bijna een hele paprika op. Oh nee. Wauw, fucking overdrijver gewoon. Nee, maar je zit al 10 minuten gewoon te knagen eraan. Dus dan denk ik, oh, je hebt al helemaal een dode keeltje. Okay, ik vind hem vies. Ik vind hem vies. Die oorbel, dat is helemaal niks. Jordan, debiteurenbeheerder @Verratum. Van een boekhouder. Ja, daar ga ik voor. Ja! Yeah! We got it, man. Everybody is in love with the Monica. Oké, okay, Niels. Ja hoor. Lekker ding, jongen. Niels is een topper. Mooie jongen. Oh, ja. Jascha, echt een hipster. Misschien kan ik hem koppelen aan Joost. It's a match! Jascha, bang bang man. Jascha, als je kijkt, goed gedaan. Goede stijl heb je ook. Lange haartjes en zo. Love it. Oh, Renan, de software engineer. Hij heeft sowieso money. Misschien kan ik mijn video's editen. Of hij is gewoon IT guy, maar hij noemt zichzelf software engineer. Waarom hebben we nog geen 55-jarige mannen gehad? Dat vraag ik me dan af. Dat is gewoon de reden waarom ik deze video wil maken. Om Monica te koppelen met een 60-jarige man. Oh Jake, ja, dat is heel schattig. Hij ligt in de sneeuw. Match! Fucking blij voor je. Kijk, ik ben dit ook echt. Alleen, ja, jij bent het echt. Als jij er plezier in hebt, terwijl je het niet bent, dat is best wel triest. Ja, het is echt super triest. Serieus. Ik vraag me ook altijd af als ik die video's terugkijk, waarom deed ik dit? Maar blijkbaar vinden mensen het leuk. Dus ja, daar. Oh, we hebben Robin. De vader. Vader. En hij werkt bij de bijenkorf. Die gaan we liken. Mounir. Lijp. Als een jongen met zo'n kapsel afslaat, dan mag je ook gewoon weggaan. Dan kun je enige reden waarom ik hem like. Yes. Stiekem is gewoon een maddie van mij. Liet je nou een boertje in mijn video? Als je bij Kelvog video maakt, moet je heel overdreven boeren laten. Ja! Kieran, ja. Matthijs, goede foto, vriend. Ja man, vooral omdat we gewoon precies weten welke jij lekker, maar hij zit bij Mesut, denk ik. Weer zo'n software engineer. Ben je klaar mee? Oh, Sven, wow. Eigenaar @Webtag.
Ja hoor. It's a match. Ahmed. Weer een software engineer. Zit er een kantoor hier in de buurt met deze guys die allemaal op Tinder zitten ofzo? Hé, maar Monica! Monica! Je hebt berichten. Echt? Ja, je hebt berichten van gasten. Nee, ik heb alleen matches. Hè? Praat niet tegen me. Wat een mother, wat een... Oké, we gaan tegen Yasha praten. Zeker weten? Yasha, jij vindt Yasha wel leuk volgens mij, hoor. Ik merk dat jij Yasha wel leuk vindt. Kijk hier, tatoeages en shit. Hij heeft ook lang haar, langer haar dan ik. He's your guy. He has a cat. He has boxer braids, dat is nog erger. Oh. Bij mij staat dat niet en bij hem dus wel. Ik hou er wel van. Hij werkt in de horeca. Ja. Oké, wat wil je tegen... Mag ik tegen hem praten? Ja. Eerst ga je zeggen wat je tegen hem gaat zeggen. Nee, dat was niet de afspraak. Echt wel, ik mocht het goedkeuren. Oké. Okay. Mag ik hallo zeggen? Hey there. Maar als jij nu letterlijk gewoon op de letter gaat bepalen wat ik ga zeggen, kun je net zo goed zelf doen. Ja. Nee. Alleen dat jij dit idee had bedacht voor jouw kanaal, dus gaar als ik het op mijn kanaal zou doen. Oké, okay. hey there. Zo gretig nu. Ja, maar zou ook, ik het niet eens maar, zelf doen? Maar zeg maar, ik voel mezelf ongemakkelijk bij het feit dat jij de eerste stap moet nemen. Ja, ik ook. Mannen van Nederland, op het moment dat jij Monica Geuze matcht op Tinder, wat doe je dan? Haar eerste brug. Hi Monica. Oké, okay, en nu? Kom op, je kan dit toch wel. Ik wil dat ook doen, maar ik voel me bezwaard om het te doen. Doe maar. Mag ik het echt? Free pass. Ja. Ik hou er alleen van dat je het zo sneaky doet. Dat ja, maar ik heb echt de beste move ooit gepoeld. Nu kan hij gewoon, Lucy, op slag verliefd. Ook al kent hij je of niet, hij is op slag verliefd. Hoe voel je nu dan? Ja. Ik ben even iemand aan het catfishen, laat ik het zo zeggen. Het voelt nu alsof ik ergens bij sta waar ik niet de controle over heb. Alsof mijn eigen kind wordt ontvoerd voor mijn eigen ogen, maar ik niks kan doen omdat hij ontvoerde met een pistool in zijn handen staat. Ja, dan zou ik er wel gewoon voor gaan. Ja. Gare vergelijking. Je vindt precies dat, dit. Ja, zo erg is het. Wat heb je al gezegd? Hij heeft ook al gereageerd. Wat dan? I like it. Oh, zo heb je echt Yasha. Kut gezegd. Yasha, je bent een boy. Yasha. Nee. Ja. Heb je al gezegd dat we af wil spreken of seksueel? Nee. Ik heb echt het domste gesprek ooit met hem. Take how are you? Nee. Nou, Calvin. Wow. Die zijn boos doen. Ja, ik wil het zien. Maar wil je het echt zien? Ja, natuurlijk wil ik het zien. Of mag ik nog even antwoorden? Wacht okay. Op zijn antwoord. Ja. Eén antwoord van hem. Dit is echt fucking... Dit is zenuwslopen. Je hoeft je niet druk te maken. Maak je niet druk. Het is geen heftig gesprek. Het is een heel braaf gesprek. Echt een heel lullig gesprek. Als je het leest, denk je ook, ah, best grappig. Ik weet zeker dat je het wel grappig vindt. Ja, het is. Heb je gezegd iets als weet je wie ik ben? Nee, man. Oh. Waarom zou ik dit ja. doen? Omdat je gaar bent. Weet je wel. Oké. Okay. Weet je zien? Het slaat nergens op. Het slaat helemaal nergens op. Ja, het is gewoon echt super leem. Ik voel me nu echt een mongool dat ik de persoon ben die zegt, ik eet praat. En hij neemt het ook gewoon, hè. Hij denkt, hij leest het ineens. Welke kleur? Ja, serieus. Oeh, safe. Ja, wat verwacht je nu dat ik nog zeg? Waarom is ja. een waarom is het een rode paprika safe? Inderdaad. Wow, want groen is echt gevaarlijk, man. Serieus, oeh. Man. Ja, wat wil je, oké, okay, weet je, wat wil je dat ik tegen hem zeg dan? Wat heb jij in je mond? Mondje. Mag ik mondje zeggen? Ah, zo vies. Ik heb het al gezegd. Maar intussen heeft er ook een andere dude tegen je gepraat. Yes. Zeg. Niet weer zo raar afschermen. Wat is er? Wat is er? Wat zegt hij? Serieus? Ja, dan kan je weglopen. Ik wil het zien. Wat is dit? Laat het zien, serieus. Nee, hij heeft gewoon echt de leefste openingszin ooit. Hey, ken ik jou niet van volgende week zaterdag? Nee, dan kan je me niet van. Nee, Biats. Oké, okay, nu sta je op de T-splitsing. Ga je linksaf en ga je zeggen, yo, dit was echt lelijk? Of ga je rechtsaf en zeg je... Ja, zullen we dat doen? Ik zou dat doen. Ja, tuurlijk zou je dat doen. Dat is allemaal leuk voor je video. Yep. Ja, maar uiteindelijk ben jij zeg maar gewoon de CEO van deze video. Dus je mag het bepalen. Ja, zeg maar gewoon... wat is er volgende week zaterdag dan? Met zo'n koppel die zo doet. Wil je een hoofdletter aan het begin van de zin? Ja. Kijk, is dit goed? Ja. Als ik moest kiezen tussen Zef of Yasha. Ik zou voor Yasha gaan. Ja, ik ook hoor. Op dit moment alleen een tong en tanden. Ja, nou, weet je, jij staat aan het roeren. Doe het! Doe het! Zeg, heb jij geen kiezen en geen hemelte? Heb jij geen kiezen en geen hemelte? Wil je nog een emoji erbij? Zo, eentje die zo één oog dicht doet, de andere open en zo die tong doen. Deze. Ja. Oh, ik voel me echt zo gaar wijk nu dat ik zoiets zeg. Ja, nou, je hebt het ook wel echt gezegd. Het staat zelfs op camera. Ja. Nee, maar Monica, mag ik je bedanken voor het meedoen in deze video? Is dat voorbij? Nee, maar ik wil graag bedanken. Ik wou dat hallo, zeggen, dan ga ik zeker weg en dan ga jij hier ik ben echt dankbaar. Ik vind het echt fucking leuk. Al die andere guys reageren niet eens. Ja, echt gaar. Wow, Yasha heeft even gereageerd. Haha, jawel, maar dan is het zo'n mond vol. Makes no sense, echt serieus niet. Zal ik dat tegen hem zeggen? Ja, inderdaad. Bitch mode on. Makes no sense, serieus niet? Gaan we dat doen? Nee, maar dan doe ik wel gelijk heel onaardig. Zeg, ja, maar ik heb nu toch ook mijn mond. Ja, maar ik heb ook een mond vol. Hé, hey, er heeft weer iemand gereageerd. Oh yeah. The man is English speaking. So, very nice. Damn, you were good looking. Damn, we're good looking. Zeg, dat is arrogant. Serieus? In het Nederlands? Ja, ik pas me niet aan voor een man. Jij zegt, je pas je niet aan voor een man. Kijk wat je eet. Ja, dit doe ik voor jou. Wow, gevaarlijk wat je nu doet. Hij leeft zijn eigen leven, zijn vlees, etende paprika. Dus even wat je net hebt gedaan. Is dit erom?
Ik kan gewoon geen Nederlands. Je kan wel Nederlands blijven praten, maar dan weet je dat dit gesprek gewoon kut gaat worden. Ja, doe maar. Vraag maar gewoon Nederlands. Wat moet ik zeggen dan? Mag ik bepalen? Ja, ik laat je nu de vrije lopen. Ja! Je zet me zo onder druk, vind ik een heel naar. Creatieve vrijheid. Yes, I love it. Ik vind allemaal een beetje saaie jongens, als ik heel eerlijk ben. Are you calling me a cock? Je lult tegen me gezegd. Ja, pik. Ik zeg gewoon pik. Als in. Oh, hij heeft het getranslate. I don't speak Dutch. Ja, dat merk ik. I don't speak English. Ik dacht dat ik creatieve vrijheid had, maar oké. I don't speak English. Right? Why you here on Tinder? You want nice girl? Nice time with the girl? Cause that night. Kom uit Australië. Oh, leuk. Ja, vind je dat leuk? Ja, waar vandaan? Als je even gewoon een oprecht gesprek met hem wilde, mag dat? Ja. Ja? Mag ik iets vragen? Hoe typ je met, zeg maar... Zulke nagels. Gewoon een kano op je nagel. Die hele leuke date is dan... Wauw. Sef. Wow. Wat kunnen we hier nou op zeggen? Want kut is maar niet heel onaardig. Kan je hier bijna niks aardigs op zeggen? Je bent echt kut als je dit soort dingen zegt. Dat kan je niet maken. Ik word gewoon echt boos. Maar ik voel me net jouw broer die gewoon voor je op wil komen. Ben ik serieus? Ik sla hem gewoon in elkaar. Serieus, Sef, als je kijkt, kom naar mijn huis. Gewoon hier mijn adres, gewoon onder in de beeld. Kom gewoon. Ben ik hier, ik sla je in elkaar met paprika. Maar met niks uit. Ik heb twee gitaren, sla ik kapot op je hoofd. Yep. Ja, was dat een goede broer? Ja. Ja, was ik een goede broer? Ja. Mag ik iets bedenken? Mag ik ja. Ja. Jeetje, ik denk, nu komt er iets hoor. Hij gaat onderuit gezakt zitten om iets goeds te bedenken. Oh, haha. In de bierfabriek, zeker. Ja, weet ik weet niks. Ik heb last van mijn rug. Jasje heeft gereageerd. Hij heeft iets in zijn mond. Oké, Monica, als jij raadt wat deze man in zijn mond heeft, krijg je letterlijk een paprika mee naar huis. Ga ik gewoon nog één extra kopen. Kom maar, zeg het dan. Oh, ik denk, het is multiple choice. Oké. Welkom bij podcast, de show waarin we multiple choice. En vraag A, Jasje in zijn mond. A, een broodje pindakaas. B, snicker. Of C, een peer. Een broodje pindakaas of een snicker? Een snicker eet hij. Nee, hij eet een broodje pindakaas. Hij eet een broodje pindakaas. Jascha is nu een broodje pindakaas aan het eten. Ja, dat klopt. Echt? Ja. Dat dacht ik al. Dus, want je was aan het denken en toen dacht je, oké, ik ga het nu wel gewoon zeggen. Maar toen was je vast over de tweede ding aan het nadenken. Zodat je dan niet ze langer zou moeten doen. En toen zei je een broodje pindakaas. Toen zei je daarna pinda, snicker. Ik wil even iets aan de kijkers vertellen. Namelijk, Monica is best wel slim. Dit is letterlijk hoe wat in mijn hoofd ging. Ik ben zo terug. Ik heb iets voor je! Hey! Dat ik zo slim ben. Maar wat zeg je? Oké, we moeten ongeveer nu even de gesprekken een beetje gaan even afronden. Ja. Wat zeg je tegen iemand die zegt... Weet je wat hij heeft gezegd net? Ik heb nu een broodje pindakaas. Haha. Dat is niet zo charmant als een paprika alleen. Ja. Wat is er charmanter aan een paprika dan aan een broodje pindakaas? Wil je dat ik me confronteer? We moeten nu even gewoon spice it up. Oké, nou zeg dan wat. Zeg waar. Wat zoek je in een vrouw? Nee, wat zoek je op Tinder? Oké. Als ze dan zegt, dat gaan we aan elke vraag. Als ze zeggen jou, dan heb ik een punt. Oké. En als ze zeggen een jou niet, relatie. Dan heb jij een punt. Als ze alles zeggen behalve jou, dan heb ik een punt. Ja. Wie met de meeste punten die krijgt, die mag deze Tinder-account houden. Ja. Nee. Oké, Zef. Ze zeggen alleen maar domme kutshit, hè? Ja. Oké. Ik zei toch tegen Zef, zullen we in de bierfabriek hangen? Ja. Dat klinkt niet slecht. Wat voor biertjes ga jij voor? Ja, niet voor jou. Godver, wat een saaie kutlul. Wow, even rustig, ja, man. Ik bedoel, wat heeft Zef je aangedaan? Ik ben fucking blij met je paprika of zo. Hij wil met me naar de bierfabriek. Nee, jij wou met hem naar de bierfabriek. Ja, echt. Jawel. You said it. Kom op. Zeg dan, wat moet ik zeggen? Nu moet je zeggen, wat zoek jij op Tinder? What you looking for on Tinder? Ja, dat was tegen die Australiër, toch? Oké, mensen, het moment is daar. Gaat Monica naar huis met de punten of gaat Kelvin naar huis met de punten? Dat is de grote vraag. Jasja heeft geantwoord. Moet ik het hardop voorlezen? Wil je het lezen? Moet ik gewoon zeggen dat je hebt verloren? Heb ik verloren? Een vrouw, twee kinderen en een labrador. Punt voor Kelvin. Wat een kutlul ook weer. Hey, wat ben je onaardig tegen die guys? Hallo. Serieus, ik ben echt onaardig. Ik ga op Tinder hiervoor. Ik probeer gewoon een leuke video te maken. Maar kijk, ze zijn best wel jong. Jij gebruikt termen als kut en lul. Dat kan je toch niet maken? Ik loop mijn kut te verkopen hier op Tinder en hij zegt dat hij een lama door wil. Je loopt je kut te verkopen hier op Tinder. Wat wil je nou dat ik tegen hem zeg? Zeg oké, doei. Ja, echt? Ja, laat maar dan. Wil je nog een gifje sturen? Gewoon check even. Jezus. Jasja, je had gewoon een date kunnen fixen met deze dame hier naast mij, maar... Je zocht een lama door. Oh, hij zegt hahaha. Jake, let's get a drink. Hij geeft gewoon geen fuck om wat je net vroeg. Hij gaat gewoon door met wat hij zelf wil. Ja, zijn eigen kutgesprek. En zo van, waarom zit je op Tinder? Laten we een keer gaan zuipen. Het is zo fucking moeilijk om een vrouw te zijn op Tinder. Laat staan jou. Ik kan dit niet. Ik raak echt fucking gestrest van. Ja, ik ook, want ik heb het helemaal niet in de hand. Nou, dan... Ik heb al een paar weken een Tinder-account. Wil je Jake loskoppelen? Zeg gewoon, get out of here. Ja. Ja? Fuck Jake. Fuck Jake.
Oh, ik heb het net gezegd. Heb je letterlijk tegen hem gezegd, fuck Jay? Ja. Yasha zegt nu, hahaha, ik heb een kat, dus de labrador hoeft niet per se. Je zei doei. Inderdaad. Echt of je doei tegen iemand zegt. Een kat en labrador. Dan zit je met fucking twee ranzige beesten in je huis. Ik heb iets bedacht, mag ik dit zeggen? Ik zei doei, ja inderdaad. Dag. Ja. Inderdaad man, bang bang man. Hier, niks aan de hand, gewoon boef man. Hey, hey, boef als ik kijk, shout-out naar jou man. Ik wil met jou als boef op Tinder man. Ja, let's go. Ja. Dat wil ik man. Als boef op Tinder. Als boef op Tinder. Zef, jou. Hij zei jou! Ja! Yeah! Fucking nice! Yo, shit! Mannen van Nederland, dat zijn die fucking voorspelbaar. Waarom zei jou, maar met een W erachter? Dat is zo dom. Wow. Ik ben geen bezittelijk voornaamwoord, lul. Wow, je echt fucking clever. Ben jij? Ja. Daarna zegt hij trouwens, daarna probeert hij zichzelf een beetje goed te praten. Ja. Nee, serieus, geen idee. Is zoiets dat iedereen doet. Swipen is best leuk. En wie weet, mis is het wel meer dan dat. Meer dan swipen. Oh, misschien zijn we wel meer dan swipen. Wat ben je dan voor aars, lul? Mag ik dat zeggen? Ja. Ja! I love it. Wat ben je nou voor aars, lul? Yes, yes. Je bent echt de perfecte persoon om dit mee te doen, want je geeft gewoon grip ook. Mocht je trouwens nou een van deze jongens kennen, dan zou ik het waarderen als je deze video even doorstuurt naar ze. Nou, dat was het. Zal ik je even de eindstand geven van hetgeen wat jij als laatste tegen ze hebt gezegd? Tegen Zef zei jij, wat ben jij een aaslul? Tegen Yasha zei je, ik zei doei. Tegen Jake zei je, fuck Jake. Je bent zo aardig. Ja, fucking aardig. Oh, Zef die stuurt nu een vraagteken. Ah, het is wel zielig. Ik vind het ook zielig. Ik wil Match gewoon een filmpje sturen van, yo, hey, Zef. Sorry, ik bedoel het niet zo. Ik was gewoon een video aan het opnemen met Calvin en ik wilde gewoon sturen voor de camera. Zal ik dat zeggen? Ja. Love you, man. Aan het eind van deze video's doe ik altijd even, zeg maar, mijn liefde betuigen aan die mensen die ik net genaaid heb. Zodat het niet overkomt alsof ik ze haat. Nee, ik haat je ook niet. Ik vond je alleen echt dom toen je zei... Wat ben jij niet van idee? Het voor volgende week zaterdag. Ja, en toen zei je jou met een W. Ja, dat is echt heel erg. Mensen, dat was hem alweer. Het was één groot feest. Willen jullie nou dat ik dit vaker doe met andere mensen? Dat kan dan zeker. Laat in de comments even achter met wie ik het nog meer moet doen. Want ja, weet je, het is natuurlijk één groot feest. Vond je het leuk? Vroeg dan jou. Zeg Monica, vond je het leuk? Want vond jij het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Wow. Vond ik het leuk? Ik vond het leuk. Wow. Nou, kijk de volgende keer weer naar Zep Live. Boef, als je het ziet. Ik wil ook als jou op Tinder. Gewoon boef, man. En dag. Bang, bang. Shout out aan al de mensen op Tinder. Oh, dat geluid. Bent, maar je bent hier met een reden. Ik ga vandaag namelijk iemand confronteren met iets wat hij doet wat echt niet kan, namelijk vreemdgaan. Dat is gewoon, dat is een zonde, dat is een fout, dat moet je niet doen. Dan ben je een sukkel, dan ben je een badass, dan ben je net Adolf Hitler. Dan ben je gewoon Adolf, maar dan 2016. Ja, dat kan gewoon. Ik heb gewoon geen betere vergelijking. En weet je wat het was? Ik weet niet of jullie de video kunnen herinneren hiervoor waarin ik hem ging proberen.